Hey, allemaal, hoi! Welkom weer bij een Insta Live Lunch. Superleuk jongens om na de zomervakantie weer lekker te beginnen. En weer vaker met jullie en allemaal leuke gasten in gesprek te gaan. Over type 1 diabetes en over ons reilen en zeilen. Ik wil even tegen jullie zeggen jongens, ik kom net uit een mega hypo. Joehoe, jullie kennen het vast allemaal, maar echt, hoezo type 1? Ik had gebolust om te eten en ik dacht, oh, ik ga eerst nog even lekker douchen. En na dat douchen en het bolussen, het eten dus vergeten. Dus ik raakte net de 2,8 aan, maar ik heb lang leven de suikerhartjes. Dus lekker snoepjes gegeten, maar denk je, die wiet is nog een beetje vaag. Nou, zo doen jullie dus ook, als je een hypo hebt. Nee, flauw, maar dan weten jullie het in ieder geval. Maar hey, ik ben super blij dat ik weer een Insta Live mag doen. En met niemand minder dan met Orietta, jongens. Want vorige week, ik haal Orietta er gewoon even bij. Want ik zag het al dat ze er was. Orietta. Nou, nieuw wetenschappelijk onderzoek naar buiten brengen. Wat wij natuurlijk niet zelf hebben gedaan. Maar waar mijn lieve collega's Henk-Jan Aanstoot, Gietje Nefs en Per Winterdijk van Diabeter heel mooi onderzoek hebben gedaan, waar ze gingen kijken, hey, heeft de RTCGM nou ook echt invloed op de mentale impact van type 1 diabetes? En wij roepen het althans, jongens, wie mij langer kent dan vandaag weet dat we het altijd roepen, dat het me echt, echt rust heeft gegeven. Orietta, kan je nog een keer een deelnameverzoek doen? Want ik heb je er net niet in gekregen. Maar dat onderzoek, wat wij veel type 1'ers, Orietta zei het ook op de socials, wij wisten het al, maar het is nu in wetenschappelijk onderzoek ook een vorm van bewezen dat RTCGM gebruik ook echt invloed heeft, een positieve invloed heeft op de mentale impact van het hebben van type 1 diabetes. En ik hoop dat Orietta er zo in komt, want Orietta is helemaal in het onderzoek gedoken en we gaan jullie zelf er wat meer over vertellen. Denk nou, over welk onderzoek heb je het nou, Wietske? Kijk dan vooral even terug op de socials of van Sensorvergoeding of van Diabetes Plus van vorige week dinsdag. Lieve mensen, staat het ook in het nieuwsbericht op onze website. Maar daar staat het onderzoek op wat gedaan is naar de invloed op de mentale impact en RTCGM gebruik. En volgens mij gaat hij nu goed. Yes, Orietta, je bent er. Ja, lang leven technologie, ja. Hè? Dit hebben we nog niet altijd voor te zeggen, maar hoe dat gaat. Ja, voor je wel, maar ik zie je niet. Ik zie jou wel, okay. Meis. Dus laten we het. Ik hoop zien jullie ons allemaal goed. Jongens, kan je even in de comments zeggen of jullie Orietta en mij zien? Want het zou zonde zijn als jullie alleen mijn hoofd zien. Want Orietta is ook. Ik zie jou wel en ik hoop dat we zo even wat reacties krijgen. Of in ieder geval de kijkers jou ook zien, Orietta. Hey, maar hartstikke fijn. Goed, ik krijg een ja te horen. Dus we worden gezien, allebei. Dus jij zit nou tegen een zwart scherm te praten, denk ik. Of, ja. Staar anders maar even naar een foto van me of zo. Dan heb ik altijd natuurlijk bij de hand. Ja. Altijd. Dat snap ik, meis. Dat snap ik. Nee. Hey, ik vertelde net al. Wij hadden Sensorvergoeding en Diabetes Plus vorige week de eer om het naar buiten te brengen. Het geweldige onderzoek wat Henk-Jan Aanstoot, Per Winterdijk en Gietje Nefs hebben gedaan. Zou jij even, want jij hebt volgens mij jouw beetje kennende, Orietta, het onderzoek echt goed gelezen en goed doorgenomen. Zou je even mensen die er nog geen date van hebben, even kunnen uitleggen wat voor soort onderzoek is er precies gedaan en wat zijn de uitkomsten daarvan geweest? Ja, dit is hem, de paper. Deze onderzoekers hebben een vragenlijst gemaakt en daar hebben jij en ik ook aan meegeholpen toen de tijd. En dat is een vragenlijst naar de kwaliteit van leven van mensen die nu al een RTCGM gebruiken. Dus die hem of vergoed krijgen vanwege een van de vijf criteria, of die hem zelf betalen. En er worden heel veel vragen gesteld over hoe is je slaapkwaliteit nu vergeleken met vroeger? En wat heeft het veranderd? Wat vind je er wel goed aan? Wat vind je er niet fijn aan? En dat levert heel veel informatie op. Dat hebben ze geanalyseerd en daar hebben ze een paper over geschreven. En de conclusie is RTCGM verbetert de kwaliteit van leven. Nou, dat wisten we eigenlijk al. Maar het is nu dus wetenschappelijk
vastgelegd dat mensen die RTC-GM gebruiken, en dan met name degenen die ermee loopen, een veel betere kwaliteit van leven Yes. hebben. En in het loopen hebben het, hè, dan, dat, daar bedoelen ze mee ook de onderzoekers, maar ook iemand die mensen die dus zelf een do-it-yourself loopen van open source loopsysteem gebruiken, of die aan de commerciële, dus pompen met algoritmes. Die Ja, hebben pomp dus met de meeste, ja, die hebben de meeste winst erbij. Ja. Hè? Dat komt naar voren. Yes. Want heel vaak, er zijn natuurlijk wel onderzoeken gedaan, ook wel hè, voorheen naar standalone RTCGM gebruikt. Dus dat je gewoon de RTCGM gebruikt, maar dan niet gekoppeld aan een pomp met een algoritme. Daar is de winst ook, maar minder dan wat ze nu echt aantonen en hebben bewezen. Dat als het wordt gebruikt echt in een pomp met een algoritmesysteem, dat daar de grootste winst in gehaald is. Ja, de grootste winst is in kwaliteit van leven, ja. Yes. Hey, en dan als we het over kwaliteit van leven, want ik bedoel, wij kunnen daar uren over praten. Wat heeft het ons gebracht in onze kwaliteit van leven? Maar naar welke aspecten hebben de onderzoekers specifiek naar gekeken? Welke stukken van kwaliteit van leven? Of wat is er uitgekomen? Nou, ja, heel erg veel. Want er zijn verschillende vragenlijsten gebruikt. Een vragenlijst over vermoeidheid bijvoorbeeld. En een vragenlijst over diabetes specifieke klachten. Maar er zijn ook open vragen gesteld. Dus mensen konden echt alles kwijt wat ze wilden. Dus er is ook echt heel erg veel uitgekomen. En het blijkt vooral dat mensen zich veel veiliger voelen. Ja, en dat ze meer grip hebben op hun diabetes. En dat ze zich minder patiënt voelen. Yes. Nou, ik vond het toch wel, dat ik heb zelf, je zegt al, hè, wij mochten meewerken, vooral de vraagstelling en gewoon ook een beetje in type 1 taal, zeg maar, en duidelijkheid. Wat ik trouwens super leuk vond om daar mee te mogen werken. Jij? Ja, heel leuk, ja. Ja, aan zo'n wetenschappelijk onderzoek, dat je daar toch een onderdeel van bent. Maar wat bijzonder is om, en dat raakt me dan ook altijd, dat ik zeg dat er echt zo wordt verteld is dat door RTC-GM gebruik en dan in combinatie dus met een pomp en algoritme vaak dat de angst zo wordt, zo veel minder wordt. En als je mij 10, 15 jaar geleden had gevraagd of ik dan bang was geweest, dan had ik ook denk ik nee tegen je gezegd. Want we moeten wel door en je moet door en er is geen andere optie. Maar ik voel nu pas, nu ik wel zo'n closed loop systeem gebruik, dat ik zoveel vrijer in het leven sta. En dat dus die angst inderdaad misschien wel een beetje minder is geworden. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, precies zo. Want ja, je doet gewoon wat moet, wat nodig is. Dus je gaat gewoon door. En je weet niet beter. Maar toen ik voor het eerst een CGM kreeg, toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk heel vaak bang was om te sterven in mijn slaap. Ja, dat is nogal iets om op je schouders te hebben drukken natuurlijk. En dat, ja, hoe zwaar dat is, dat voelde ik eigenlijk pas toen ik die angst niet meer had. Want eerst had ik een standalone CGM. Nou, dat betekende dus dat ik alarmen kreeg als het misdreigde te gaan. En dat gaf me zoveel rust. Ja, en later ging ik natuurlijk ook loopen. Dus dan kwam er een algoritme bij dat het ook nog zorgt dat mijn bloedsuiker stabiel blijft. Zeker als ik slaap. Yes. Dus toen, nou word ik ook bijna nooit meer gestoord door alarmen, dus dat is helemaal fijn. Maar die angst, dat was echt, ja, het is moeilijk om er woorden voor te vinden eigenlijk. Ja, ik ben ook aan het zoeken, ja. En misschien zijn er wel geen woorden voor. En dat is ook zo lastig, want dit was ook, dit miste nog echt in het wetenschappelijk bewijs, zeg maar, hè, de mentale impact. Ja. Die het heeft op mensen dus met type 1 diabetes. Maar de wetenschappers hebben het nu gewoon op papier gezet. En het is ook een soort erkenning. Nogmaals, wij type 1'ers wisten het al lang, maar het is ook een erkenning dat jij nu zo'n paper in je hand hebt wat gepubliceerd is, waar het gewoon ook letterlijk in staat. Dus als wij de woorden er af en toe even niet voor hebben, is het fijn dat we nu ook zo'n bewijs ervoor hebben. Jongens, lees dit maar eens even goed. Ja. Ja. En toch zeg ik dat natuurlijk, de cijfers spreken voor zich. Maar wat ja, mij het meeste deed hierin, is dat er heel veel quotes in staan van mensen die vertellen over hoe het voor hun is. Nou, en ik kan je zeggen, Giesje, nou ja, is een dierbare collega ook van mij. En dat heb ik ook met jou. En zij heeft het ook met ons besproken.
Zij is ook een wetenschapper, maar ze is natuurlijk ook gewoon een mens. En zij heeft echt met tranen in haar ogen, vooral naar de open, naar de, waar het zijn dan die blokjes waarin mensen open opmerkingen of heb je nog wat te zeggen, vul het dan hierin. Sommige mensen hebben echt A4'tjes erbij geschreven. Wat voor een life changer die RTCGM voor hun is geweest. En dat het echt, echt een life changer is. En dus niet alleen maar dat het makkelijker is en prettiger is. Want het is ook shit, hè. Er komen ook nadelen van van sensorgebruik. Sensor updates als die het niet doet. Huidproblemen. Dus jongens, het is niet alleen maar een halleluja verhaal. Maar de impact die het ook op de onderzoekers had. Nou, hoe iedereen daar vanuit zichzelf. Eigenlijk, ze zei zo strijdbaar. En ik hoorde van iedereen dit. Van al jullie, van de 893 mensen die dat formulier hebben ingevuld. Zo'n cry for help eigenlijk, maar ook een shout-out naar iedereen die dit zou moeten krijgen. Ja, ja, want ze hebben echt heel veel mensen aan meegedaan. En alleen dat is eigenlijk al heel erg veelzeggend. Waar het meestal heel erg moeilijk is om genoeg participanten voor dit soort onderzoek te krijgen. Is juist dit onderwerp, dat leeft zo, dat vinden mensen zo belangrijk. Juist omdat het natuurlijk zo'n impact heeft op je leven. Yes. Dat het gewoon massaal is ingevuld. Ja, en dan hebben we het over massaal, jongens. En die cijfers, daar schrik ik toch ook altijd een beetje van. Dan hebben we het over 893 mensen die de vragenlijst echt helemaal hebben ingevuld. Wat super, echt super veel is. Maar dat is 10% van alle mensen die een RTCGM in Nederland hebben. En dan hebben we het dus over dat eigenlijk maar, Orietta, 8 tot 9.000 mensen met insulineafhankelijke diabetes gebruik mogen maken op dit moment van een RTCGM. En we weten dat er in ieder geval 100.000 type 1'ers zijn. Iets meer, iets minder in Nederland. En daar hebben er dus maar 9.000 max een RTCGM. Dan val ik ook echt van mijn stoel. Echt waar. Ja, is het niet te bevatten, toch? Dat we technologie hebben die ons leven zo kan verbeteren. Die ons zoveel een betere toekomst kan geven. Die gewoon beschikbaar is en niet eens al te duur is. En dat die gewoon niet vergoed wordt. Ja. Ja. Ja, we worden bijna moe van, we blijven moe van ons eigen herhalen en herhalen hiervan. Maar er kwam net al wel een hele terechte vraag binnen, Orietta. Ook complimenten voor de strijd die jij hier echt al jaren voor doet. Maar gaat het Zorginstituut hier iets mee doen met dit onderzoek? Wat denk jij? Wat denk ik of wat hoop ik? Allebei. Nou, wij gaan natuurlijk naar het Zorginstituut en we willen met ze in gesprek gaan hierover. Ja. Ik denk dat dit behoorlijk overtuigend is, dit bewijs. Naast al het bewijs dat er al is over dat het HbA1c verbetert en die dingen. En dat een beter HbA1c natuurlijk leidt tot minder complicaties. Is dit heel sterk bewijs voor wat het nu doet voor mensen. En daar wil ik heel graag over in gesprek gaan met het Zorginstituut, samen met jou en samen met de onderzoekers. Of het Zorginstituut daarvoor open staat, dat weet ik nog niet. Nee. Laten we onze actie voeren ook wel even in strijd. Heel veel mensen vragen, maar wat gaan jullie, we hebben dit nu. Wij willen echt samen met of alle drie de onderzoekers, of in ieder geval met één of twee van hun, dit echt persoonlijk aanbellen bij het Zorginstituut Nederland. Hè, en dat onder ogen brengen daar, dat dit er nu is. Ja, dat wij zeker weten dat zij er goed van op de hoogte zijn. Yes. Ja. Yes. Want ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld gezegd dat ze er onderzoek naar hebben gedaan. Maar wat ze uiteindelijk hebben gedaan is één hele oude paper bekijken. Die met nog oudere informatie en op basis daarvan besloten dat het niet nodig is om het nu te vergoeden. Maar dit is nu. Ja. Dit is de kennis van nu. Ja. Hey, we hebben vorige week ook een heel rondje. We hebben allemaal, jij heel veel en ik heel veel mensen waarvan wij denken dat het belangrijk is dat ze op de hoogte zijn van dit onderzoek een mailtje gestuurd. Heb je het Zorginstituut ook een mailtje gestuurd hierover? Met de paper erbij? Nee, want ik wachtte eigenlijk af of de ronde tafel er iets mee ging doen. Dus ik ga ze binnenkort nog een uitnodiging sturen. Ja,
Top. Hey, leg even uit, nu mensen denken al die schakels, maar ja. De diabetes rond de tafel, wie zijn dat en wat doen die in dit geheel? Ja, want het Zorginstituut is dus de organisatie die bepaalt wat er vergoed wordt in Nederland. Hoewel dat eigenlijk de minister is, maar het Zorginstituut adviseert. En de minister die bepaalt dan eigenlijk alles wat het Zorginstituut zegt, dat is zo. En dan heb je de ronde tafel diabeteszorg. Mm-hmm. Dat is een adviesorgaan voor het Zorginstituut. En daarin zit dan het Zorginstituut, maar ook internisten, diabetesverpleegkundigen, de diabetesvereniging zit daaraan. De industrie neemt daar aan deel, huisartsen nemen daar aan deel. En die overleggen samen over wat zij nou belangrijk vinden in diabeteszorg en wat het Zorginstituut moet weten. En zij vertellen ook het Zorginstituut, wij vinden bijvoorbeeld, hè, dat wil ik dan dat ze dat gaan zeggen, dat CGM nu voor iedereen met insulineafhankelijke diabetes vergoed moet worden. Dat zou het Zorginstituut kunnen, geadviseerd kunnen worden door de ronde tafel diabeteszorg. Ja, ja. Yes. Hey, we weten wel, de DVK's in ieder geval, die in die diabetes rond de tafel zitten, die hebben weet van dit onderzoek. Zij wisten dit en zij hebben dit ook meegenomen. Ze hebben afgelopen donderdag een vergadering gehad. Wij hebben daar nog geen feedback op teruggekregen. Maar als mensen jouw account volgen, hè, sensorvergoeding, en we horen er iets over, dan kunnen ze dat uiteraard daar vinden. Maar het is een verdomd lange en lastige strijd, is het, Oriënt, hè? Ja, klopt. En dat ja, dat had ik nooit verwacht, dat het zo moeilijk zou zijn. Om iets dat zo voor de hand ligt, zo van voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, ik weet niet van wie die uitspraak komt, maar het zou zomaar een Cruyffiaanse uitspraak kunnen zijn. Hè. Ben ik nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Dat klopt echt zo van... En ik snap het, hè. Ik snap dat het ook echt, dat het, wij hadden er net zelf al bijna de woorden niet voor om te kunnen onderschrijven wat het met onze levens doet. Maar het gaat dus niet alleen over jou en mij en het gaat niet over die 8000 anderen. Maar het is ook dat het echt een onderdeel moet zijn, een van de beste zorg. En die beste zorg, jongens, ook nu met een hybrid closed loop systeem, met een AED-systeem, is nog niet waterdicht. En daar zitten, wat Oriette en ik net ook zeiden, echt nog nadelen aan. Maar het is nu de beste zorg die er is. Ja. En dan wordt uit dit onderzoek blijkt, is dat er inderdaad die nadelen, die zijn er en die zijn ook geïnventariseerd. Maar de voordelen, of hoe zeg je dat, de voordelen wegen daar echt ruim tegen op, zeg maar. Ja. Dus, ja. Dat is ook heel veel wat erbij geschreven is. Oké, sensor failures en weet ik maar. Ik wil nooit meer terug. Dat is wat Giesje Nefs, ook een van de onderzoekers, zo aan. Als ik maar nooit meer terug hoef naar het systeem waar ik eerst op zat. Ja. Daar waar ik eerst moest doen. Dat wordt ook heel veel aangegeven. Dat mensen dus bang zijn dat ze weer een stap terug moeten zetten. Mm. Dat ze nu eindelijk goede controle hebben over hun diabetes. Dat ze eindelijk kunnen werken en sporten en een gezin kunnen stichten. En dat ze nog steeds bang zijn dat ze dus terug moeten stappen. Ik heb dat zelf ook. Ik heb nog een kinderwens. Maar ik denk, ja, als ik morgen zwanger ben, dan over 9 maanden heb ik een kind en daarna moet ik dan mijn CGM weer gaan inleveren. Weet je, dat beangstigt me. Dat geeft mij stress. En dat hebben dus heel veel mensen. Ja. Ja, yes. Hey, dank lieve mensen. Er komen echt zoveel reacties en zoveel. Het ontzettend onderwerp is wat ontzettend leeft. En ook jongens, als we nu die vergoedingen, wat we er allemaal mee kunnen voorkomen. En als onze overheid het nu zo heeft over preventie, hè, preventieve zorg. Nou jongens, als je toch iedereen die het zou willen met type 1, want er zijn ook nog steeds mensen met type 1 ook die zeggen, nou, ik weet de voordelen er niet zo van. Ik denk altijd, probeer het en je weet het. Maar ja, je kan dus niet proberen, omdat die vergoeding er niet is. Maar als ik het dan naar mezelf kijk, ik werkte altijd 3 dagen, dat was mijn max. Maar ik werk nu 5 dagen, ik volg een opleiding. Dat is echt niet zo van, geen schouderklopje, maar ik heb nooit geweten dat dit kon. Ja. Ik heb dat echt nooit, ik heb me altijd toch, nou ja, zoveel moeten bijslapen. En zoveel moeten, nou ja, probleemoplossend eigenlijk. En maar bijdenken op de dagen dat ik niks aan het doen was. Dat ik nu denk, oh, ik ben gewoon
gewoon, en dan heb je het over type 1, en lieve schat, jij hebt nog 1000 andere dingen erbij. Dus jij voelt dit nu even niet zo. Maar hoe had je je nog gevoeld als je nu ook die RTCGM niet had gehad, toch? Ja. Met je long COVID en dan, nou. Nee, ja, ik kan kwartetten met chronische aandoeningen, dus dat is weer een heel ander verhaal. Maar diabetes is het probleem niet voor mij. Dat is wel echt, dat is het. Ja. En dat komt echt door je loopsysteem, ja. Toch? Ja, klopt. Ja. Kijk, ik denk altijd als ik dat zeg, diabetes is het probleem niet. Ik wil het niet bagatelliseren, want het blijft natuurlijk een ding. Ik heb nog steeds af en toe een hypo en ik moet nog steeds heel vaak je infusen vervangen en... Weet je wel, het is geen hobby natuurlijk, maar het gaat zoveel beter dan vroeger. Ik kan nu ook bijna niet meer begrijpen dat ik vroeger kon functioneren, terwijl mijn bloedsuiker altijd boven de 10 was. En nou ja, nu is het eigenlijk, het gebeurt wel eens dat ik even boven de 10 uitpiek, ja. Maar dat is het dan. Komt wel weer goed, dat vooral. Het komt wel weer goed. Ja. Ik schreef ook vorige week, ik had 40 jaar type 1 diabetes, vorige week 1 september. Dus dat zou ook even een momentje. En alle lieve mensen die meekijken en die mij iets van een kaartje hebben gestuurd of zo. Ik heb je gezien, dank je wel daarvoor. Maar die 40 jaar, jij zegt net zoiets en dat raakt me ook. Want die voel ik ook zo, Orietta. Hoe hebben wij dit in godesnaam gedaan vroeger? Nou ja. En dan denk ik ook aan al die andere lieve mensen met type 1 diabetes, die dat dus op de dag van vandaag als kanjers, hè? Want nogmaals, je hebt geen keus en wij hebben het ook gedaan en we zijn ervoor gegaan en we gaan er nog steeds voor. Weet je, onze type 1 is niet over omdat we nu die RTCGM hebben, no way José. Maar er zijn nog zoveel mensen die nog zo ervoor moeten knokken. En dat knokken, dat emotioneert me echt, omdat ik... Man, het leven is al knokken genoeg af en toe, zeg maar. En als je dan weet dat het op de markt is en het ligt voor je, maar je kan er niet bij, weet je. Je weet dat het er is, maar je kan er gewoon niet bij. Dat is fucking frustrerend. Ja, en het heel is verdrietig. Zo onrechtvaardig is het, ja. Yep. En ik hoor ook heel vaak van mensen dat ze zich schuldig voelen, hè? Mensen die wel een RTCGM gebruiken. Die zeggen van, ja, waarom ik wel en die niet? Weet je, waarom heb ik dan het geluk dat het nu aan mij wordt toegewezen? Want laten we wel zijn, die indicaties, die 5 waarop je hem wel vergoed mag krijgen, zijn een beetje random. En als je daar toevallig aan voldoet, dan wordt je hele leven opeens beter omdat je een RTCGM of een loopsysteem kan gaan gebruiken. En de mensen voelen zich daar zo schuldig over. En ik snap het wel, want wat jij zegt, je voelt gewoon mee met... die 90.000 of meer mensen die dat niet vergoed krijgen, die daar niet gebruik van kunnen maken. Maar het staat natuurlijk nergens op. Weet je, we hebben gewoon allemaal recht op goede zorg. En dat we dat niet krijgen, dat ligt aan het zorginstituut en niet aan ons. Nee. En dat recht, dat is wel, en sowieso, als mens heb je rechten en plichten. En het is sowieso een lastig gesprek. Waar heb je als mens zijn de recht op? Maar we hebben wel echt recht op de beste zorg die er is. En ik weet ook, ik spreek natuurlijk ook veel met mensen uit behandelteams. Het is ook voor hun echt fucking frustrerend. Fucking frustrerend moet het zijn. Maar er zijn ook nog steeds mensen die denken, ook behandelaren, die denken, nou, ik zie de toegevoegde waarde er eigenlijk niet zo van in. En dan denk ik, luister jij nou wel echt? Zie je hoe hard al die mensen met type 1 die bij jou aan tafel zitten... Zie je hoe hard die ervoor moeten werken? Want ik heb zo vaak gesprekken, Orietta, die heb jij natuurlijk ook, met mensen die op MDI zitten. Dat is zeg maar 4 maal daags gewoon nog met pentherapie en de Freestyle Libre, die al zo blij zijn met die Freestyle Libre natuurlijk. En die het fantastisch doen. En die vragen dan aan mij, Wietske, wat is de meerwaarde nou van zo'n systeem wat helemaal samenwerkt? En dan eigenlijk, en daarin, dan schieten mensen heel vaak in de emotie. Ik zeg, niemand ziet aan jou hoe hard jij ervoor moet werken om tot deze fantastische resultaten die je hebt te komen. Ja. En dan even stil blijven. En dat harde werken, dat wordt ook een beetje, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. En natuurlijk hoort het erbij, want we hebben geen keuze. Want als we het niet doen, gaan we hartstikke dood, om maar even heel flauw. Maar als je al die energie en dat harde werken blijft, ook met systemen die wij hebben, maar dan krijg je in ieder geval resultaat voor het werk wat je doet. Maar dat wel wezen, dat harde werken, dat hoorde er 20 jaar geleden bij.
Nu hoort het er niet meer bij. Nu hebben we technologie. Alleen het is niet beschikbaar voor ons. Het hoort er Amen. Niet meer bij. Nee, het is net dat vroeger artsen zeiden, ja, de hypo's en hypers, die horen er nu eenmaal bij. Complicaties, dat hoort er nu eenmaal bij. Het hoeft dus niet meer, jongens. Niet meer met technologie. En dat maakt het zo... Het is eigenlijk een heel naar, en ik wil hem echt niet kleiner maken. Het is natuurlijk ook met mensen met kanker, dat je weet, dit is de beste chemotherapie die je echt kan helpen. Dat werkt bij 90% van de mensen. Maar we gaan u maar een iets minder kuurtje geven. Want we weten niet of u wel, of dit wel bij u aanslaat. Ja of nee. Nogmaals, ik probeer mensen echt geen pijn mee doen. Maar het is zo raar. Ik probeer wakker te maken, dat zorginstituut, dat het er gewoon is en dat het werkt. En dat er dus bizar veel wetenschappelijk bewijs voor is. Ja. En nu dus ook Nederlands wetenschappelijk bewijs. Ja. Dat is eigenlijk waar het Zorginstituut Nederland een beetje om vroeg, hè? Ja, aan de ene kant is het inderdaad... doen ze alsof Nederlandse mensen met diabetes anders zijn dan Franse of Belgische of Amerikaanse mensen met type 1 diabetes. Dat is heel vreemd. En ook inderdaad dat kwaliteit van leven dat niet aangetoond kan worden. Maar het mooie van dit onderzoek is dus dat er aangetoond is dat de kwaliteit van leven verbetert, ongeacht de indicatie waarvoor mensen een CGM hebben gekregen. Dus, als ik mezelf als voorbeeld neem, ik kreeg dus een CGM vanwege een kinderwens. Maar echt lang voordat ik zwanger was, wist ik al, ik ga nooit meer zonder CGM. Want het verbetert mijn hele leven gewoon. Weet je, voordat ik toen zwanger was, toen kon ik opeens weer, of toen durfde ik opeens weer, in mijn eentje lekker in de duinen te fietsen. Wat ik voorheen nooit durfde. Want ik dacht, ja, dan heb ik een hypo en dan val ik om en dan moet ik maar hopen dat iemand me vindt. En ik kon weer lekker slapen. En nou ja, goed, al die dingen die ook uit het onderzoek steeds naar voren komen, ongeacht de indicatie, de kwaliteit van leven verbetert. En dat is heel belangrijk. En nu het Zorginstituut Nederland dit nog laten snappen en laten weten. Weet, lieve mensen, want daar het half uur is al bijna voorbij. Wij kunnen uren lullen over dit onderwerp. Maar weet dus dat Orietta en ik en de onderzoekers, de wetenschappers, gaan kijken naar een moment waarop wij dit aan het Zorginstituut Nederland gaan aanbieden. De forum weet ik niet, maar misschien moeten ze wel gewoon met heel veel mensen gaan overvallen, Orietta. Voor de deur gaan staan en aanbellen en zeggen, hier zijn we. En ze een beetje zenuwachtig maken om dat te doen. Hebben jullie nog... Ja, nou... hebben jullie nog mooie ideeën? Of laat het vooral Orietta en mij weten. Want wij zijn ook maar twee doodnormale type 1'ers die het ook bedenken. Maar we willen, we gaan gewoon door. En we willen dat het niet stopt voordat er eindelijk de enige zinnige opmerking gaat komen. Vanuit het Zorginstituut of vanuit de minister of vanuit wie dan ook. RTCGM voor iedereen. Ik zie al merken, zullen wij ons aan de A12... nou, dat soort... Kom maar gewoon. Kom met je mooie ideeën. Help Orietta, jongens. Orietta, je kan echt nog wat hulp gebruiken, hè, bij sensorvergoeding ook. Help ons in onze steun om dit warm te houden. Maar raak niet vermoeid om over dit onderwerp te praten. Want Orietta en ik, schaam is niet het goede woord, maar ik denk, oh joh, daar heb je, daar zul je wel denken, daar heb je hun weer met die sensorvergoeding. Maar zolang de beslissers het nog niet snappen, zijn wij, en dan heb ik het niet over Orietta en mij, maar zijn wij als hele type 1 community snoeihard nodig om hier aandacht aan te blijven besteden. Zeker weten. Yes. Nou, dit was Brandpunt. Goedenavond. Zouden ze zeggen, hè, vroeger. Yes. Hey, Orietta, mensen die het hele onderzoek willen lezen, het is in het Engels, de paper, maar waar kunnen zij het vinden? Op jouw website? Ja, op sensorvergoeding.nl, daar staat inderdaad onder nieuws een samenvatting en de hele paper. Yes, hartstikke goed. De paper staat dus en bij Orietta, maar staat ook op de website van Diabetes Plus onder actueel. Maakt me niet uit waar je het leest.
als je het maar leest en stuur het door. Neem het ook mee naar je eigen behandelteams. Hè? Voor mensen, want hoe meer onze behandelaren ook weet hiervan hebben, misschien dat ze dan toch wel gaan zelf ook gaan nadenken. Hey, het zou ook zo helpen als onze behandelaren ook met een vuist gaan komen. Maar ik zie daar een hele kleine transitie in. Iets meer mensen die zeggen, hey, we gaan met jullie meeknokken. Dus, en dat is snoerhard nodig. Dus blijf je verhalen delen, deel ze met ons, deel ze op je eigen socials, lees het onderzoek en deel dat ook vooral, want het is nu vorige week natuurlijk heel erg in het nieuws gekomen, maar deel onze berichten, zorg dat het bij veel mensen terechtkomt. En nogmaals, heb je mooie ideeën, wat wij nog vlammende acties misschien kunnen gaan doen, laat het ons dan weten. En maar weet dat Orietta en ik in ieder geval plannen aan het smeden zijn om dit in persoon over te gaan dragen aan het Zorginstituut Nederland. En wie weet nodigen we jullie wel uit om dan met ons mee te gaan daar naartoe. Hey Orietta, dankjewel. Ja, dankjewel. Yes, nogmaals ook voor al die jaren dat je hier al zo voor aan het knokken bent. Voor je inspanningen die je blijft doen, maar vooral voor het onverminderde energie die je erin steekt. Dus je bent een topper. Nou, dankjewel. We helpen graag mee. Op naar Sensor. CGM for All. Yes. Gaan we voor. Oké. Okay. Hey, hele fijne middag, Orietta. Nee, niet lekker nog even van je uurtjes. En jullie allemaal super dankjewel voor het kijken. En heel snel tot een volgende keer maar weer. Dag!